Op 12 december 2019 vertrek ik naar Panama. En dat betekent dus vroeg op het vliegveld aanwezig zijn. Ik zit die dag in totaal in 3 verschillende vliegtuigen. En kom dan aan in Panama, waar Shelley op dat moment al 2 weken in de marina is. De eerste 6 dagen staan in het teken van bootwerk. Het boegbeslag wordt opnieuw beschilderd. De motor krijgt een onderhoudsbeurt. En de ankerketting moet ontroest worden. Schakeltje voor schakeltje. Na 6 dagen heel hard werken vertrekken we dan uiteindelijk richting het oosten naar de San Blas. Een eilandengroep aan de oostkant van Panama. Jij bent stuurman. Stuurman. Nee, stuurman. Jij bent kapitein. Het zit je haar goed. Zit mijn haar goed? Zit je haar dat fantastisch. Ja. Als dat maar goed zit. De rest interesseert me niet. Aan de stuurman de eer. Ah. Om de motor uit te zetten. Nou, gaat ze zo doen. Nou, daar gaat ie. Wat lekker. We zeilen. Nu zeilen we echt. Fijn. Nou, dan gaan we zo even kijken hoeveel snelheid we nog hebben. Het begint avond te worden op onze tocht richting de San Blas. Het is nu 6:15. Na een dag en een nacht varen komen we aan in de San Blas. Een eilandengroep vol met eilandjes met palmbomen erop, waar de lokale bevolking Kuna-Indianen genoemd worden. Christian op expeditie met Noordwindje. Op zoek naar krokodillen, sandflies, groenten en fruit. Ik ben er even op uitgegaan zonder Shelley. Die ligt lekker op de boot te lezen. Het was een stormachtige nacht vannacht. Dus die heeft veel gewaakt en op het anker gelet. Ik ben het eilandje waar we op uitkijken opgegaan. Er zou hier ergens een dode krokodil moeten liggen. Dus die gaan we even opzoeken. Kijken of we die kunnen vinden. Dit is het enige nadeel van het San Blas paradijs. Alle eilanden waar ik tot nu toe geweest ben, ligt de kustlijn bezaaid met plastic vooral. En het is niet zo dat dit door boten overboord gekieperd wordt. Dit is gewoon wat wij in de zee dumpen. Hier ligt gewoon nog een flesje vol met water. Wat wij in de zee dumpen. En wat dan uiteindelijk hier aanspoelt. Dit is de Caribische Zee. En het ligt echt ver in land. Als je kijkt hier is allemaal plastic, maar hier groeit allemaal alweer vegetatie. Dus dit is waarschijnlijk een jaar of 10, 20 geleden al aangespoeld, toen hier nog een zandstrand was. En daarna zijn die bomen gaan groeien en ja, plastic blijft liggen, vergaat niet. Het ligt helemaal vol. Verder inland is het mooi groen. Met palmbomen en allerlei bijzondere vegetatie, maar ja, langs de kustlijn allemaal plastic. Goed, de dode krokodil nog niet gevonden. Zo'n kokosnoot valt dan uit de boom, op de grond en wordt een nieuwe kokosnotenboom of palmboom. Vertel eens, wat gaan we doen?
even een rondje om dit eiland varen. Oké. Okay. Aan de noordkant van het eiland ben je gisteren aangevallen door een krokodil. Je hebt er nou en nooit overleefd. Maar we hadden gehoopt om hier een paar dagjes te kunnen blijven met een privé-strandje waar we dan een fikkie konden stoken met kerst en zo. Maar het is helaas een ander soort eiland dan dat. Want? Ja, er zijn niet echt strandjes waar je aan kan zitten en fikkie kan steken. Nee. En Shelly wordt doodgestoken door alle beestjes van het andere eiland weer. Dus we gaan vandaag verder naar, hoe heet die eilanden? Coco Bandero. Naar de Coco Bandero. Kijken of we daar beachparties kunnen houden. Ja, barbecuen. En afval verbranden. Afval verbranden is ook wel een goeie. Kijk, een zeester. Ja. En we gaan nu ons af laten drijven. En aan de andere kant van het eiland is iets aangespoeld. En dat gaan we bekijken. Ja. En we gaan op zoek naar inderdaad de krokodil om hem een klap op zijn kop te geven. Ja. De vrouwelijke Kuna-Indianen maken mola's. Dat zijn lappen stof waar ze uiteindelijk hele kledingstukken, jurken en dergelijke van maken. Maar ja, als toerist kun je ze loskopen om bijvoorbeeld in te lijsten of een kussentje van te maken. Shelly kocht er één en ik kocht er twee. Met kerst maakten we een vuur, dus met oud en nieuw ook. Ik heb nog nooit zo'n stil oud en nieuw gehad. Want behalve het vuur op het strand was er nergens een ander vuur of vuurwerk te bekennen. 1 januari 2020. En dit is het uitzicht. Dreigend. I am Mr. Coconut. And I want to wish you a happy new year. Ja. Yes. Bye. We gaan nu naar Cota. Nee, wat was het? Rio Azucar. Oh, Rio Azucar, om water te halen. Want we hebben nu nog 165 liter aan boord. Ja. En je bent er niet helemaal gerust op? Niet om er nog 3 weken mee te doen. Nee, dus we gaan even water halen. En dan gaan we daarna voor anker liggen bij dit eiland waarschijnlijk. Green Island. Toch. En kijken of we wat verse groenten en fruit kunnen krijgen. Want we hebben nu nog heel veel uien en knoflook en aardappels en 1 watermeloen en 1 tomaat, een pompoen en 1/2 kool. We hebben zin in paprika en bananen. Avocado. Maar ja, het is maar net de vraag wat het eiland heeft. Ja. Of de Colombianen langs zijn geweest of dat ze het vanaf het vasteland... Dat is geen dreigement of de Colombianen langs zijn geweest. Die komen dan juist lekkere dingen brengen. En dan nemen ze kokosnoten mee? Nee, we hebben een paar heerlijke dagen gehad in Coco Bandero. Ja, dat is echt leuk. En nu dus weer verder. Ja. Nou, Shelly en ik hebben net water getankt en boodschappen gedaan. Dus ik heb wassen! In een lokaal dorp hier op een eiland. En we wilden eigenlijk avocado's hebben, groenten en fruit. Dus niet te krijgen. Wat ze wel hebben is bier en Coca-Cola en eieren. En uien. Daar hadden we nog niet genoeg van. Uien en mierzoete koekjes, die hebben we ook maar meegenomen voor de suikers. Maar verse groenten, vers fruit, helaas. Maar dit is wel de gezelligste wasplek
waar jij ooit geweest bent, denk ik. Dit is wel echt super feestelijk. Ondertussen die beesten gaan los op je in zee. Ja, hè? Moet ik ze even filmen? Het zijn enorme... Nou, niet met je natte handen. Oh, nee. Groenteboot is langs geweest. Oh, nee, van woord moet niet zo goed. Oh, we hebben lekker... Ik heb een banaan. Kijk, daar gaan ze. Dag groenteboot, bedankt. Oh, wat fijn dat we niet 10 minuten geleden zijn gaan roeien. Nou hè, dan hadden we dit gemist. Ja. We hebben lekker lenteuitjes, schat. Ja. Dat is lekker door de noedels en de ketchup. Oh man, dit moeten we allemaal dan echt op gaan vreten. Veel. Heel vervelend. Oh, je hebt ook wortel. Ja. Nou ja. Ook. Lekker. Shelly is de juiste kaart aan het opzoeken. Ik ga zo nog even eten koken voor vanavond en morgen. Satellietfoon doet het. En dan gaan we vanmiddag de oversteek beginnen naar Bocas. Dan gaan we dit paradijs achterlaten. Maar ja, wel leuk om verder te gaan naar het volgende. Wat moet ik zo nog doen? Windvaan is geactiveerd. Shelly heeft de bijboot schoongemaakt. Ik ben ondertussen pasta aan het maken voor 2 dagen. Want we kunnen waarschijnlijk niet koken. Dit worden straks 2 bedjes nog. Shelly moet nog even de stormzeiltjes ophangen. Of de zeiltjes zo hier. Aan de zijkant, dat je niet uit je bed kukelt. Ik heb het water bijgevuld. De punt is gevuld met alle spullen. Daar slapen we normaal gesproken. Oh ja, gisteren heeft Shelly nog... de AIS gefixt. Dus we zien nu grote containerschepen ook 's nachts op ons afkomen. Fijn hè? Dat is wel een fijn idee. En hoe test je nou of de pasta klaar is? Je gooit een sliertje tegen je koelkast. Ja. En zeg nou zelf, wie heeft er nou dit uitzicht tijdens het koken? Nothing. Wat gaan we doen? Doorvoeren. We gaan naar Bocas del Toro. Het is nu 4 uur in de middag. We hebben nog 2,5 uur daglicht. En dan gaan we als goed zijn dag 3-4 op zee zitten. Spannend! Maar dan koud bier. En een warme pizza. Lekker! We gaan zo de Big Blue op, hè? Ja. Vind je het spannend? Ja? Hoi. Nee? Ah, oh, mooi. Heel erg leuk. Ja, het is lekker rustig, hè? Rustig, zonder spanning. Zonder spanning, ja. Ik ook. We doen 4 knopen ruim. 4? Ja, die hebben we stroom mee hebben. Ja, ja. We deden het 4.7 even. Maar we gaan ook door het water oké. Benieuwd. Laatste eilandjes. Maar de zee is super vlak. Heerlijk. Ja, met rook. Hé, die boei ken ik. Dat is een staphoorn. Welke boei? Daar. Nou, laten we eerst gaan kijken dan.
Oké. Goedemorgen allemaal. Gisteren zijn we aangekomen vanaf de Caribische Zee. En de bedoeling was om hier naar binnen te varen naar Bocas Town. Dat ligt daar. Echter, we werden weggezet door zowel de stroming als de wind. Langzaam deze kant op. Dus we zijn bij deze eilanden naar binnen gevaren. De Zapatilla-eilandjes. Daar zijn we onderlangs gegaan en toen zijn we aan de wind. We hebben even gekeken of we hier konden ankeren, maar dat was gedoetjes. Vanwege ondiepte en heel veel toerisme. Varen bootjes heen en weer de hele tijd. Vol met toeristen die dan daar denk ik een dagje verblijven of zo, weet ik veel. Dus we zijn doorgevaren en we liggen nu, moet ik het goed zeggen, ja, bij dit eilandje hier. Daarnaast, zeg maar, eigenlijk min of meer tussen dat eiland en de vaste wal. En vandaag hadden we bedacht van, nou weet je wat, dan gaan we lekker binnen doorvaren. Zo hier liggen allemaal van die kleine eilandjes en mangrovenbosjes. En dan hier door zo'n smal kanaal. En dan of hier ankeren of in deze baai ankeren. Daar kun je ook ankeren en daar is ook een kleine plaats of nederzetting. En dan kun je daar naar de overkant van het eiland wandelen. En dan heb je hier Wizard Beach. Dat schijnt heel bijzonder te zijn. Of dus hier ankeren en dan de volgende dag dat doen. En dan door naar Bocas. Maar toen zei Shelly van, we kunnen ook, en dat gaan we nu uiteindelijk doen, van hier min of meer direct naar open water. Dan zeilen we naar Bocas. Gaan we hier aan de noordkant van Bocas, dus hier aan de bovenkant, gaan we voor anker. Dan gaan we Bocas verkennen. Vanavond in ieder geval even een koud biertje en een pizza. En dan gaan we eens even kijken of we misschien een buitenboordmotortje kunnen scoren. En wat er nog meer allemaal te doen is in Bocas. Want je kan bijvoorbeeld ook motoren huren en fietsen. En je hebt hier natuurlijk nog een heel eiland wat er te ontdekken is. Dus misschien kunnen we ons wel een paar dagen vermaken. En dan dat we alsnog vanuit Bocas, maar dan misschien met een buitenboordmotortje aan de dinghy, wat ons heel veel meer bewegingsvrijheid geeft, alsnog dit soort mooie plekjes kunnen gaan bekijken. En dit schijnt ook heel mooi te zijn. Bij Cristobal, daar schijnen in die baai altijd dolfijnen aanwezig te zijn. Dus dat is ook best interessant om te bekijken. Nou, heel veel handiger en cooler als je dan natuurlijk een buitenboordmotortje hebt. Dus, om een heel lang verhaal erg kort te maken, vandaag zeilen we naar Bocas. En vanavond hebben we koud bier en pizza. We zijn er. Veilig. En we gaan straks lekker eten. En we hebben koud bier. Hey, je hebt even snel omgedraaid. Oh ja. Because it was so shit, you just had to get out. Is het mijn haar slecht? Dat is echt van mijn haar. Ik lijk wel een soort verwarde professor. Het ging best wel even waaien op het laatste. Wie gaat dit willen zien? Ja, dit is bakken aan boord. Oh. Het is een nieuwe bakken op boten. Bakken op boten. Waarom is Shelly pannenkoeken aan het bakken terwijl het 28 graden is, Shelly?
Omdat de bakbananen op ons zijn. En voor jou mag ik geen eten weggooien. Dus eten we. Bananenpan met boeken. Ook al is het 30 graden buiten. Precies. Om 10 uur 's ochtends, dat moet ik er nog even bij zeggen. Ja, wat bakken we? Wat denk je? Wat zal dit zijn? Ja, dat weten de kijkers thuis toch niet? Nee, denk je? Dat hebben we niet uitgelegd. Allemaal best wel intelligent zijn de mensen aan wie we die denken dat wij een cake aan het bakken zijn. Sure. Een tulband. Ja, precies. Ja, dat is waar. Dat is mijn oma vroeger maakte. Dit wordt tijmroos en marijnbrood. Mm. Met een lage en een hoge kant. Genoeg gerezen? Hij is klaar en lekker. Ja. Yeah. Welkom op de punt van de boot. Heel veel verder naar voren kun je niet komen. Ik ben hier naartoe gestuurd door Shelley. Of nou, een beetje uit eigen beweging zelf gaan staan. Om te speuren naar ondieptes in het water. Daar wil je niet oplopen met je boot. Maar daar zie je Bahia Bay, waar we willen ankeren. Maar er liggen hier overal mangrove eilandjes en ondieptes. En het is een beetje bewolkt, dus je kan het niet heel duidelijk zien. Als de zon flink in het water schijnt, dan zie je heel duidelijk alle ondieptes. En nu niet zo duidelijk. Je ziet hier links nu wel een, volgens mij een patch. Ja, daar helemaal in de verte. Ja, ja. Veel verder dan ik dacht. Ja. Nee, dus daar ben je gewoon ruim omheen gegaan. Shelley kwam even eigenlijk illustreren wat ik aan het vertellen was. Ah. Helemaal goed. Oh, hier drijft een slipper. Dat betekent dat er of iemand ondersteboven nu in het water ligt met één been. Of dat er iemand verdronken is. Of dat er iemand zijn slipper verloren heeft. Daar in de verte ligt Northwind. Ik ben hier naartoe geroeid, aan land gegaan. Ik ga even mijn schoenen aandoen. Ik ben nu op blote voetjes. Ik heb eerst even Northwind vastgemaakt aan de boom. Maar ik denk als ik zigzaggend omhoog loop hier, dat ik misschien daarboven wel wat uitzicht heb. Sowieso staat hier een hele vette boom. En hier kun je mooi zien hoe een palmboom dat nou doet. Die groeit schuin boven het water, heel veel palmbomen. En dan valt die kokosnoot in het water en die kabbelt dan naar het volgende eiland. En daar ontspruit hij, zoals hier. Dit zijn aangespoelde kokosnoten. Of die komen uit. En die schieten dan wortellevelen hier. Ik zal er eentje voor Shelley meenemen terug, want die wilde graag een kokosnoot als lampenkap in de boot. En in de San Blas, Kunayala, daar mag je geen kokosnoten meenemen, want die zijn van de kuna's. Maar dat is hier niet het geval. Dus, schoen aan en verder. Ik ben nu zo schuin omhoog gelopen hier. Dat is op zich best te doen hoor. Ik kan nu even hier chillen bij deze three-way boom of four-way boom zelf. Ik heb geen idee wat dit voor soort boom is. Ik weet ook niet wat voor ellende eruit kan vallen eventueel. Maar we'll live. Maar ik wilde jullie even het uitzicht laten zien over Bahia Honda. En daar tussen de palmpjes kun je Northwind zien liggen. Daar is het volgens mij even, dus ik ga naar die boom en dan zo. Even kijken wat er allemaal groeit en bloeit. Hierboven weer die mieren. En het bizarre is, je kan echt zien dat ze een soort weg hebben aangelegd. Kijk maar. Zie je? Dan loopt hier echt een streep.
waar die mieren de hele tijd heen en weer lopen. Echt bizar. Heel bijzonder. Nou, aan de andere kant van de berg even naar beneden gelopen. Hier zo. Daar is boven. Ben ik hier zo naar beneden gekomen. Dat is duidelijk een pad wat vaker belopen wordt. En ben nu in het dalletje uitgekomen. Het pad loopt volgens mij daar verder. Dan gaat het weer omhoog. Maar ik laat het hier voor nu even bij. Want Shelly is alleen op de boot. Die weet niet precies wat ik hier natuurlijk aan het doen ben. En er zijn hier heel veel muggen. Dus de volgende keer dat we dit gaan doen, moet ik echt even een lange broek aan. Dus ik ga nu weer naar boven. Weg bij de muggen. Ah, super vet. De jungle. Oké, ik ben weer terug boven. Om jullie dit uitzicht te laten zien. Het is echt super mooi. Heel gaat dus twee van grove bosjes door. Het is best spannend. Jij ligt op het punt om omdieptes in de gaten te houden. En ik let heel goed op de dieptemeter. Dat kunnen zien, maar die zegt een 7,3. Meer dan genoeg. Deze boot steekt ongeveer 1,4 diep. Dus genoeg onder de kiel om nog een feestje te houden. Oké, 2,1. Je ziet hier de bodem. We kunnen even kijken wat er onder de stam ligt. Shelly en ik hebben een verlaten marina ontdekt. Er ligt één boot. Waarschijnlijk van de eigenaar dan. Ja, wellicht. Of gewoon de vaste klant. Tja. En bijen zijn gek op mij in Panama. Ik weet ook niet waarom. Nou ja. Na wat speurwerk op internet zijn Shelly en ik erachter gekomen dat een Amerikaan deze marina begonnen was. Daar heel veel in geïnvesteerd heeft en dit allemaal opgebouwd heeft. En toen min of meer met de Noorderzon vertrokken is. Voor zover we konden vinden op internet is er in 2020 in maart weer een grand new opening. Maar we zijn er niet achter gekomen wie de nieuwe eigenaar is en hoe het precies allemaal werkt. Maar het was heel vreemd. Het was net alsof er iemand 5 minuten geleden weggelopen was. Wel de deur op slot heeft gedaan, maar met de intentie om zo weer terug te komen. Alleen, die blijkt er dus al maanden niet meer te zijn. Dat is een hele aparte beleving. Zijn de golven waardoor wij aangekomen zijn een paar dagen geleden. Ze breken hier op het eiland en laten ze nou een heel pad uitgezet hebben voor de toeristen. Maar dat kunnen wij mooi even laten zien dat daar de Caribische Zee aankomt rollen in al zijn woestheid. Daar gingen we. Wij zijn daar aankomen varen. Toen zijn we daar naar binnen gegaan. Daar achter die eilanden. Mooi eiland trouwens. Heel mooi. Zapatilla-eilanden.
Nou, die golfjes breken hier dus. Op Bastimento. Bizar hoe die boom op die rotsen groeit. Nou hè? Die wortels. Oh, als dat maar goed komt. Die is heel dapper. En een pelikaan. Pelikaan? Hier. Oh ja. Ik heb hem. Pelikaan. Escapade, this is Northwind. Northwind, this is Escapade, go ahead. Hello Escapade, shall we switch to 7-2? 7-2. Escapade, this is Northwind. Yes, Shelley, how are you doing? Over. Hello, Klaus, I'm good. How are you? Excellent, excellent. It's a wonderful day today. It is, after all this rain last night. Did it rain so bad as well in Bocas town? We are anchored at Red Frog. Oh, you're at Red Frog. There's usually a little bit more rain in the Red Frog. Yeah, we had some rain here, but it wasn't that bad, really. Over. Ah, we filled up our dinghy over here. But I read your email and good to hear that the engine is running. Good work that you got it running. I was thinking, would you be willing to sell the engine for $300? If you do, we would be happy to sail over to you right now from Red Frog, so we could be there in 2 hours or so to come see it running and buy it. Oh, that's fine. Take all your time. We're going to be here all day today. I think we're not going to go anywhere. So take your time. And now, ze zeggen dat het in Bocas nooit waait. Dan hebben wij waarschijnlijk mazzel. Hier is, ja, of want we hebben bijna 15 knopen wind. Dus we zijn heerlijk aan het zeilen. We hebben Shelley dit nieuwe huisje gevonden. Het is niet in Laagvuurse. Dit is mijn summer house. Mijn winter house voor Laagvuurse. Mainland Panama is dit.
tussen Isla Cristobal en mainland Panama in. Ontzettend mooie fruitbomen naast je. Nou, nu nog kakas. En, oh, en daar mangroven. En voor de deur heel veel plek om Northwind te ankeren. Heb je ook nog een langere toevallig of niet? Ik zal even kijken. Die tik lijkt ook weg, hè? Wat? Die tik lijkt ook weg. Ja, nu wel, ja. Van de 4 vierwielbouten waren er 2 los. Ja. Nou, 3 eigenlijk zelfs. Oké. Okay. 3 hebben nog een klein slagje gekregen. De eentje was er nu vast. En daar kwam je allemaal achter omdat je per ongeluk... Nee, dat ik ging checken. Oké. Okay. Credit slag. Oké. Okay. Credit where credit is due. Thank you. So sorry, old boy. Right. En inmiddels regent het weer in Dolphin Bay. Oké. Okay. Ik weet niet of het te zien is, maar een flinke bui voor de boeg. Zo kalm dat we waarschijnlijk terug gaan motoren naar Bastimentos. Old Bank heet het dorpje waar we heen gaan. Heen konden we echt vet mooi zeilen met flink wat golfslag. Het is nu net een spiegel. Del buen vino, no me vengas a romper las copas, que en realidad no nos sofoca, pa' los locos y pa' las locas, toma nota, baby boca, loca. Elegante, picando siempre parante, mándame con solo eso que has hecho, pisa bonito, no sea marito, arriba ponme a vencer. Elegante, picando siempre parante, mándame con solo eso que has hecho, pisa bonito, no sea marito, arriba ponme a vencer. Deprisa sin saber. ¿A dónde puedes llegar con tu forma de ser?